Dinsdagnacht is een man overleden op de A67 bij Asten. De bestuurder reed met een hoge snelheid achter op een vrachtwagen die geparkeerd stond op een pechstrook. Voordat de man tegen de vrachtwagen knalde, zou hij al eerder tegen de vangrail aan zijn gereden. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En in Empel zijn dinsdagavond tijdens een inspectie van garageboxen een groot aantal dingen ontdekt die niet tot de beugel kunnen. Zo lagen er in een van de boxen jerrycans en een vat van 200 liter met chemicaliën. Ook stonden er emmers met mislukte drugs, werd er illegaal vuurwerk gevonden en een stroomstootwapen. De verboden spullen zijn door een speciaal team meegenomen. Voor de tweede keer in een week moest de brandweer uitrukken naar de Brabantstraat in Os. Dat gebeurde dinsdagnacht. Toen de agenten in de woning aankwamen, troffen zij een brand aan, maar er was niemand meer aanwezig. Afgelopen zaterdag was er ook al brand gesticht in een van de twee leegstaande sloopwoningen aan de Brabantstraat. Omwonenden lieten weten veel overlast te hebben van mensen die in de leegstaande woningen rondhangen. Woensdagochtend heeft de politie iemand in zijn been geschoten. Dat gebeurde tijdens een aanhouding in de Oranjestraat in Uden. Eerder deze week vond in dezelfde straat een gewapende woningoverval plaats. En een paar straten verderop werd deze week ook wel iemand neergestoken. Het is nog onduidelijk of de incidenten in Uden iets met elkaar te maken hebben. Dinsdagavond ging het mis op de A58 bij Rukve. Daar viel een grote lading ananas van de vrachtwagen. Verpakkingen sprongen open en het fruit werd in een mum van tijd geplet door voorbijrijdende auto's. De gladde ananasmurrie zorgde voor een gevaarlijke situatie op de weg. Rijkswaterstaat schoot de hulp en heeft de kliederboel opgeruimd. De weg werd dezelfde avond nog vrijgegeven.